de vraag stelt waarom zijn wij als regionaal economisch platform eigenlijk actief rond sociale economie, waarom hechten we daar veel belang aan? Voor ons is het inderdaad toch altijd een economisch verhaal, maar het sociale aspect eraan is onmisbaar. Dat betekent dat wij de mensen die kunnen economisch actief zijn in deze regio, zoveel mogelijk de voorwaarden moeten daarvoor schapen, zodanig dat zij kunnen economisch actief zijn. Eind jaren 90 is er voor het eerst een Vlaams minister bevoegd voor sociale economie gekomen. Maar de historiek van sociale economie dateert al van eind jaren 80, begin jaren 90. Eind jaren 90 dan specifiek opgenomen binnen de bevoegdheden van de Vlaamse regering. En sinds 2000 is er een specifiek bevoegd minister voor sociale economie. Natuurlijk, zonder zou het niet leefbaar zijn voor een beschutte werkplaats. Eigenlijk kun je het vertalen als zijnde dat we eigenlijk voor het rendementsverlies van onze mensen eigenlijk van de overheid een subsidie krijgen. Dus hetgeen dat maakt dat ze niet in het gewoon economisch circuit kunnen terecht kunnen, dat verschil wordt bijgepast eigenlijk door de overheid. Een duidelijk groot verschil met een gewoon regulier bedrijf is dat wij een sociale dienst hebben waar mensen terecht kunnen met hun problemen op de werkvloer of eventueel ook problemen, persoonlijke problemen buiten de werkvloer. Ik denk dat iedere maatschappij die zichzelf eerbiedigt, dat zij de plicht hebben om eigenlijk te zorgen voor, ik ga niet onmiddellijk zeggen de zwakkeren van de maatschappij, maar toch de mensen die het zonder die ondersteuning niet waar kunnen maken. Provinciale ontwikkelingsmaatschappij versterkt het ondernemerschap in de provincie West-Vlaanderen. En wij doen dat door samenwerking te stimuleren tussen ondernemers, tussen hun organisaties en kennisinstellingen, om te komen tot een duurzaam, kwalitatief, innovatief West-Vlaanderen. Hè. De POM is wat mij betreft een belangrijke partner om een aantal dingen te ontwikkelen. Zij hebben de know-how. Ze hebben heel wat ervaringen, ook bij anderen. En zij kunnen ook ons meehelpen om op het lokale niveau een aantal dingen te ontwikkelen. Als POM West-Vlaanderen zijn wij, laat zeggen, een dochtermaatschappij van de provincie West-Vlaanderen. En worden wij grotendeels gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen. Maar zetten wij ook eigen projecten op waar we middelen voor krijgen vanuit Europese overheden of lokale overheden. Een heel specifieke situatie in Midden-West-Vlaanderen. Wij zijn een zeer economisch sterke regio met een zeer laag werkloosheidscijfer. Het zit ergens rond de 4, maximum 5%. Dat betekent dat je eigenlijk zit met wat wij noemen frictiewerkloosheid. Maar dat betekent ook dat de mensen die geen werk hebben, dus de werklozen, de werkzoekenden, dat een pool van mensen is die sowieso al zwak staan in het economisch leven. Want anders hadden ze al snel en lang een job gevonden. Een voorbeeld waar jullie trouwens ook zullen mee een interview hebben, is Lochting de Drie met Dirk Lambertijn. Zij kunnen perfect uitleggen wat de idee is achter hun initiatief. Het is ook goed om te zeggen dat de stad Roeselaar dus het bedrijf hier overgenomen heeft en het ter beschikking te stellen met een dubbel doel. En dat was verder de tewerkstelling naar sociaal zwakkeren aanbieden en ondertussen ook het biologische gegeven, biologische groenten en fruitkweek, van dat verder in stand te houden. Dan moeten de anderen doen in zakjes. Ik moet de weefsel doen met de wortel. En Eline is ook bezig met weerzak doen en anderen ook in zak steken.
tentje. Hoi. Ja. Het is gestart vanuit de kritiek, feitelijk, dat biogroenten duur zijn. Waar dat wij willen zeggen, dat is sowieso duurder, maar niet zo duur als het hoeft te zijn. In die zin dat als je mee eet met de seizoenen, dat het toch wel een stuk goedkoper wordt en betaalbaarder wordt. Uiteindelijk zijn dat mensen die... de algemene regel is misschien goed om daar te stipuleren. Mensen moeten... De hoofdgroep, daar moeten mensen 5 jaar werkloos zijn en laag geschoold. Dennis kon niet met een digitale wees gaan werken. Toen hij hier toe kwam, we hebben hem dat stap voor stap geleerd door te doen. En nu kan hij dat perfect. Hij ziet 500 gram, 510, dat is goed. 400 en 4, dat is niet goed. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van... Er zijn ook een aantal mensen die in een zorgproject werken. Dus dat is feitelijk die 30 mensen, dat zijn de mensen die het economische gedeelte voor een groot stuk op zich nemen. En daarnaast zijn er afgeleiden naar zorg toe. Allee, het is vrijwilliger, dat zijn mensen die een ziekteuitkering hebben, of een invaliditeitsuitkering. En daarmee, in plaats van thuis te zitten, hier arbeidsmatig kunnen bezig zijn. Dus wij keren die geen loon uit, omdat ze daar al een vervangingsinkomen hebben. Maar we hebben wel een soort onkostenvergoeding van ongeveer 1 euro per uur als ze aanwezig zijn. Ik vind het leuk om te werken op andere plaats. Ik het leeg aan het intypen. Van je verschillende klanten. Ik kom uit een totaal andere sector. En de sociale component maakt inderdaad wel dat het een sterker verhaal is. In Vlaanderen is de ondersteuning vooral een financiële ondersteuning die wij bieden. Enerzijds in functie van de werknemers via een loonpremie. Waar wij een stuk een tussenkom bieden in het loon van de werknemer. De werknemer die omwille van zijn afstand tot de arbeidsmarkt, omwille van zijn problematiek, geen rendement van 100% haalt. En daar komen wij een stuk in tussen. Dus wij maken het mogelijk dat iemand met een beperking kan werken. Anderzijds ondersteunen we ook de ondernemingen zelf. Een stuk sociale ondernemers hebben toch specifieke noden die reguliere bedrijven niet hebben. En ook daar zetten we op in. Vandaag zijn er in Vlaanderen verschillende subsidies die we geven voor een totaalbedrag van 300 miljoen euro, die we investeren in de tewerkstelling van de zwaksten op de arbeidsmarkt. Dus ik heb heel wat operaties gehad en mijn eerste jaar dat ik aan het werk was, werkte ik op donderdag. En dan moest ik een hele week uitrusten om de volgende donderdag opnieuw te kunnen werken. Maar dat was niet mogelijk om dat voor de rest van het leven te doen. Voor mij was het vooral moeilijk om in het begin, ik kan stappen, dus om de stap naar de rolstoel te zetten. 'S Morgens als ik in de rolstoel zit, is het eigenlijk nog niet nodig om in de rolstoel te zitten, maar ik moet het doen uit voorzorg. Dus, en dan, dat was wel moeilijk in het begin, vooral naar volwassen bezoeken, omdat je in de rolstoel veel lager zit dan de mensen. En dan voelde ik mij daar minder goed bij, maar ondertussen ben ik dat gewoon en vind ik dat niet meer erg om de mensen aan te spreken vanuit de rolstoel en doe ik eigenlijk alle dingen gewoon vanuit de rolstoel. Het bezoekerscentrum heeft zijn plekje op de boerderij omwille van de bezoeken, omdat dat de meest logische locatie is. Maar eigenlijk is de boerderij veel ruimer geheel. De boerderij is heel bewust een ontmoetingsplaats, een plaats waar meerdere mensen samenkomen. Dus naast het bezoekerscentrum heb je op de boerderij ook nog 4 mensen die er constant wonen. Dus 4 mensen met een fysieke beperking die een eigen studio hebben.
Je hebt hier, waar we nu zitten, het Hoevencafé, waar mensen iets kunnen komen eten en drinken en waar ook mensen met een fysieke beperking werken. Dan hebben we ook nog de boerderij zelf, waar er mensen werken, vanuit de beschutte werkplaats. Ook weer mensen met een beperking, dus zij onderhouden alles, zorgen voor de dieren. En dan hebben we nog een vorm van hypotherapie. Zelfs hier in België zijn er nog heel veel misvattingen over personen met een fysieke handicap. Dus wij willen de buitenstaanders duidelijk maken dat mensen met een fysieke handicap ook om het even welke job kunnen doen en om het even ook kunnen gaan werken, net zoals iemand anders. Eigenlijk vanuit een stukje persoonlijk belang vind ik vanuit mijn ervaring en vroeger, ik heb vrijwilliger geweest in een vereniging waar armen het woord nemen. Ik kom dus een stukje uit het welzijnswereld, waar ik gezien heb dat arbeid een heel belangrijke gevoel is voor mensen in hun ontwikkeling, hun financiële mogelijkheden en dergelijke dingen meer. Enerzijds en anderzijds zien we de hoge eisen dat de normale economie stelt aan mensen, waardoor dat een zeer grote uitstroom is. Ik heb gezegd, wij moeten maximaal proberen om mensen aan het werk te krijgen, maar via een aangepaste omgeving, aangepaste middelen. En dat is wat mij betreft ook sociale economie. Dus als een coöperatieve organisatie waar mensen, waar organisaties, waar ondernemingen geld konden in investeren. En dat geld werd dan gebruikt om dat soort sociale-economische organisaties eigenlijk te gaan financieren. En dat is de opstart geweest van Gebo. Onze cliënten zijn voor het overgrote deel actief op het vlak van sociale tewerkstelling. Dus het gaat over sociale werkplaatsen, zoals de kringwinkel die jullie bezocht hebben, of beschutte werkplaatsen. Financiering van de sector zit zeer ingewikkeld in elkaar. Wij staan in voor ongeveer tussen de 55-60% voor de eigen middelen door de recyclage. Langs de andere kant is het vooral subsidies. Subsidies zowel op het gebied van milieu of anderzijds op het gebied van tewerkstelling. Dat is zowat het grootste gedeelte. Subsidies op het gebied van milieu is ongeveer een 5-6%. Al de rest komt voornamelijk uit de werkstelling en af en toe uit projectsubsidies. Inderdaad, ik ben 4 jaar ben ik hier nu in deze organisatie en ik kom eigenlijk uit de reguliere economie. Het is een bewuste keuze geweest op een bepaald moment om in de sociale economie te komen werken. En in tegenstelling tot wat men denkt, is er eigenlijk geen verschil tussen de reguliere economie en de sociale economie. Als ik zeg geen verschil, dan bedoel ik daarmee dat het vooral naar het bedrijfsmatige geen verschil is. Alleen zijn de aandachtspunten anders. Waar men in het reguliere werkt voor de winst, werken wij hier voor de werkstelling. Dus de opbrengsten die wij hebben enzovoort, die worden constant weer geïnvesteerd in het creëren van werkplaatsen. In dit magazijn gebeuren er eigenlijk 2 dingen. Enerzijds brengen de mensen goederen hier naartoe, die dan naar het centraal magazijn gaan voor sortering. En in het centraal magazijn worden ze dan weer klaargezet, de winkel besteld. En dat komt dan terug hier in voorraad. Dit is ook voor een stuk voorraad van goederen die dan op een of ander moment in de winkel geplaatst worden op het moment dat er ruimte is in de rekken of op de vloer als er meubelen moeten uitgezet worden. Mensen, sociaal behoeftigen, armere mensen enzo van die zaken, die kunnen een korting krijgen als ze een sociale kaart presenteren. Dan krijgen ze een korting van 30%, zodanig dat die mensen dan ook aan een goedkopere prijs kunnen kopen.
mensen van bedrijven samengebracht die iets deden met fietsen. Hè. En samen met hun bekeken, zijn er nieuwe mogelijkheden voor de toekomst om andere bedrijfsactiviteiten te organiseren op een meer rendabele manier. Aan de andere kant ook de behoefte aan fietsmobiliteit in een dichtbevolkt land of regio zoals Vlaanderen. Hè. En daaruit is eigenlijk, zijn een aantal nieuwe bedrijven gegroeid die nu autonome ondernemingen zijn, die dus fietsmobiliteit als kernopdracht hebben. En bijvoorbeeld aan alle grote stations in Vlaanderen. In heel België ga je blauwe fietsen terugbrengen, terugvinden. Dat zijn bluebikes. Dat is van het station. Daarnaast mogen we eigen fietsen verhuren en dan mogen we de kleur zelf kiezen. Het is voor mij niet meer mogelijk om nog een voltijdse job te doen door mijn nek- en mijn rugproblemen en ik werk hier 19 uur in de week. Het Ecovelo, dat is van Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen. Dus hier herstellen wij fietsen van mensen die pech hebben onderweg. Verhuren wij fietsen en houden ook toezicht in het station en ruimen het zwerfvuil op. Vetablok 2 en Biotime Zats. Ja. Het ligt goed dat ik mee. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Voilà. Dank u. Tony. Hey. Inderdaad, waar men het geld aan besteedt, in dit geval aan de werkstelling, anderzijds is er wel degelijk een verschil. Dat is de mensen met wie je het moet doen, die zijn anders. En je moet dus ook aanvaarden dat de mogelijkheden, de problematieken waar die mensen mee zitten, de sociale problematiek, hen niet toelaat om, zoals in een regulier bedrijf, van 100-110% te renderen. Dat is het grote verschil. De meeste van die mensen, als die dan inderdaad aan die 60% renderen, bij wijze van spreken, betekent eigenlijk dat je die 40% subsidies echt nodig hebt om het verschil tussen in rendement te compenseren. Dat is het grootste verschil. Ja. Ik kan erin komen, maar om dat argument weg te werken, zijn we nu aan een grondige hervorming aan het werken van onze regelgeving. Waar we eigenlijk het argument van een ongelijke behandeling of een marktverstoring gaan wegnemen. En vanaf nu zal elke onderneming in Vlaanderen de kans krijgen om in die sociale economie actief te zijn. Maar zij moeten natuurlijk voldoen aan een aantal voorwaarden. Ze moeten de mensen in dienst nemen, goed begeleiden, een aantal organisatievoorwaarden. Op die manier hopen we dat het marktverstorend effect zal wegvallen, doordat we elke onderneming de kans geven om gebruik te maken van de ondersteuning van de Vlaamse overheid en op die manier ook de marktverstoring een stuk gaan wegnemen. Ik heb nooit harder gewerkt. Ik heb nooit minder verdiend. En ik heb nog nooit zoveel plezier in mijn werk gehad. Ja.